310.000 stuks. Dat is het dubbele van de normale post wat we normaal hebben hier in het Amersfoortse. Hoewel we steeds meer via de e-mail doen, sturen Nederlanders elkaar nog steeds massaal kerstkaarten. Bij het sorteercentrum van PostNL in Amersfoort draaien de machines op volle toeren. Kerst is sowieso een hele gezellige periode binnen PostNL. Het is lekker druk, er komt veel op ons af. Maar het is ook leuk om het met elkaar te doen. Maar voorbereidingen en zorgen dat er gewoon de laatste post de deur uitgaat. Om alle kerstkaarten op tijd te bezorgen zijn er in Amersfoort 20 mensen extra ingehuurd om te helpen bij de kerstdrukte. Het bezorgen van zoveel kaarten vergt militaire precisie. Je bedenkt met allerlei scenario's met je medewerkers en met het team. En het mooiste is dat je dat ook gaat redden op het moment dat het zover is. Dat je dan zo'n dag als vandaag 310.000 stuks post, dat je dat gewoon netjes op tijd voorbereidt. En wanneer alle post gesorteerd is, gaat het naar de bezorger. Die moet in deze periode flink aan de bak. Ja, ik kan wel fietsen. Ik heb een goede fiets. Een evenwicht, hè, voor en achter. Is dat de truc, voor het geheim van een goede fiets inladen? Ja, dat je in evenwicht blijft, want anders dan kan je gaan stijgen. Angeline is vandaag veel langer bezig met haar wijk dan normaal. Ze moet 2 keer fietsen met elke keer 60 kilo aan post. Maar al dat extra werk, ze vindt het helemaal niet erg. Nou, niet echt, nee. Nee, dat hoort er gewoon bij. Je weet gewoon dat er met kerst is er veel post en je brengt leuke post. Dat is ook leuk. Op het sorteercentrum zit de dag er nu op, maar morgen begint alles weer opnieuw. Fijne kerst!